Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, alleen ik ben dus mijn vlogcamera vergeten en ik ben niet thuis. Dus dat is heel erg stom. Maar ik ga dus vandaag even naar Amsterdam toe. Ga ik lekker lunchen bij Café in the City, lekker sushi eten, love it. Maar mijn Face ID scan is nog steeds kapot, dus ik ga ook even naar de Apple Store om dat te laten maken. Maar ik ga dus vandaag een vlog op mijn telefoon omdat ik mijn camera heb vergeten. En ik had vorige vlog ook afgesloten met mijn telefoon, dus I'm sorry guys. Nu in Amsterdam, ik ga stuk, want ik moest dus een mondkapje op het OV, helemaal kut. Maar ik had het dus helemaal geen, maar ik had er gelukkig geen kunnen kopen op het station. Nou jongens, als je de vorige week vlog niet hebben gezien, dan weet je nog niet dat mijn SD-kaart kapot is gegaan. Ik zit echt de hele tijd hier al een keer, dus ik zie er niet uit. Want al mijn beelden van deze week zijn weg. Het is gelukkig nog maar dinsdag, maar ik had vandaag echt een fucking leuke dag. Ik ging dan met lekker shoppen met Isabel en had daar een shoplog gegeven. En ja, dat is allemaal weg. Al mijn beelden zijn weg en ik heb echt alles geprobeerd. Programma's geïnstalleerd, alles geprobeerd terug te halen, maar het komt gewoon niet terug. Ik zal even vertellen wat ik heb gedaan. Maandag ging ik lekker lunchen bij Café in the City. Was super leuk. Kom ik daarna thuis, heb ik eigenlijk niks meer gedaan. Vandaag ben ik bezig shoppen in Hoofddorp met Isabel. Super leuke beelden gemaakt. Maar dat is dus allemaal weg. Ging lekker lunchen. Ik heb wel een paar leuke dingen gekocht. Isabel heeft ook al haar items laten zien. Maar ja, dat kan ik nu niet meer terugvragen. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Verder werd ik nog herkend in Hoofddorp. Fucking leuk, want een meisje zag me dus in de Sting en toen had ze me daarna een berichtje gestuurd dat ze me zag. Maar dat ze het raar vond om naar me toe te lopen. Maar dat vind ik helemaal niet raar. Dat vind ik echt super leuk. Ik zei ook meteen tegen haar van je had het echt moeten doen, want ik vind het echt fucking leuk om je te ontmoeten. Ik vind het ook super leuk altijd om van jullie berichtjes te krijgen. En ja, ik vind het juist leuk om de gezichten achter mijn kijkers te zien. Dus als je me tegenkomt moet je gewoon naar me toe lopen. Want dat vind ik echt fucking leuk. Echt, geloof me. Dat is echt niet raar. Ik vind het hartstikke leuk. En ik voel het al soort van. Je hebt het soort door dat als mensen naar kijken. En ik had niet per se door wie het was. Maar ik voel gewoon een soort me aangekeken ofzo. Toen ik daar in Hoofddorp liep. Dus ja, ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb als eerst deze bronzer gekocht van Revolution. Even opdoen. Kijk hoe die eruit ziet. Oh, I love it. Hij is lekker bruin. Zo. De camera is hier wel heel bruin. Heel vreemd licht. Kijk, het is gewoon normaal. Heel mijn haar zit echt super lelijk. Ja, lekker bronzertje. Verder heb ik deze hele leuke schoenen gekocht bij de Van Haren. Ze waren maar 30 euro. En ik heb al witte sneakers, maar ik dacht misschien is wel gewoon witte sneaker met gewoon een leuk printje en een kleurtje leuk. Deze zonnebril van de Sting en deze was en de zilver 5 euro. En ja, dat is gewoon kapot chill. Deze zwarte flare broek. Dit is gewoon een net een soort nette flare van een soort hele nette stof. En deze zat heel mooi gesloten en is gewoon simpel zwart. En deze was bij de Sting, maar in de zilver maar 15 euro. Dan heb ik bij de Bershka deze hele leuke mom jeans. Hij lijkt echt heel groot nu, maar hij zat gewoon echt heel mooi aangesloten. En het is gewoon een simpele broek voor 20 euro. Gewoon, kan je altijd gebruiken. Maar het is vandaag donderdag, het is woensdag. Ik ga de hele dag bij mijn opa passen. Mijn oma is de hele dag weg en mijn opa die heeft oppas nodig. Ik zal even zo laten zien wat ik aan heb, want ik ben eigenlijk al veel te laat. Ik heb een knot in mijn haar, dat is een beetje vet, maar ik wil het niet wassen, want ik wil... Dan heb ik deze blazer aan van Shein. Topje van de Bershka. Deze broek heb ik nieuw. Die heb ik gisteren dus gekocht. Die heb ik gisteren laten zien. Deze van de Bershka dus. En mijn nieuwe shoes. Super leuk. Maar ik ga snel, want ik ben alweer veel te laat. Het is inmiddels 4 uur. Ik ben weer thuis van mijn oma. Natuurlijk de hele dag om open gepast. Ik zou de hele dag aan school zitten. En ik heb niks gedaan voor school. Love my life. Surprise. En ik moet zo meteen werken. Want ik ga invallen voor iemand. En vanavond ga ik gezellig naar Amsterdam. Ga ik lekker een drankje doen met meiden. En ja, ik vind mijn haar wel een keer leuk eigenlijk zo in een knot. Ik heb het echt nooit in een knot. Trouwens ook even een warmere trui aangedaan. Dat is wel even chill voor werk.
En ik ben eindelijk ongesteld geworden, jongens. Jullie beseffen het niet, maar ik ben gewoon, denk eens van een half uur niet ongesteld geweest. Omdat ik toen was gestopt met de pil. En toen was mijn hele hormonen gefakt gewoon. En nee, ik was niet zwanger. Want ik ben eindelijk ongesteld. En nu ben ik eindelijk blij. Dus zo'n fucking opluchting. Ik dacht, ik ga gewoon nooit meer ongesteld worden. En ik denk, chill. Maar nee, want het kan dus ook gewoon echt voor problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld als je kinderen wil krijgen en zo. En echt blij. Ik ben nog nooit zo blij geweest om ongesteld te worden. Holy shit. Alright, it's time to go to work. Ik krijg heel veel vragen over deze tas. Deze tas is van de Gonkit Fishing. En ik heb even gewoon lekker deze jas aan. Deze is namelijk lekker warm. Het bezorgen. Het is namelijk echt kut weer geworden. As you can see. Maar verder heb ik gewoon mijn nieuwe broek aan. Echt super blij mee. En mijn nieuwe shoes. Super leuk. Maar ja, in ieder geval deze. Dit is echt gewoon zo'n lekkere mom jean van de Bershka. Top van de Shein. Jas van de Most Wanted. En vanavond ga ik lekker drankjes doen met mij. Maar dat heb ik al gezegd. Maar ik ga nu weg. Bye bitches. Love jullie. Zo, het is inmiddels avond. Ik ben helemaal gefliekt. Het is echt in tijden. Dat ik me zo erg heb gefliekt. En ik vind het heerlijk. Ik heb lekker deze top aan. Van de Shein. En deze blazer. Jules. Wacht, ik laat hem even in de dingen zien. In de spiegel. Ik ben echt helemaal blij dat ik geflikt ben. Ik voel mezelf helemaal weer. Leuke kettingen. Deze van Shein of Shein. Dit is mijn nieuwe broek die ik heb van de Sting dus. Want beter zien als het de witte achtergrond is. Deze normale flare. Ik heb daarbij hele leuke hakken aan. Tas van de Gonkit Fashion. En blazer van de Joints. Gewoon van Joints. En ik word nu opgehaald door Isabel. En we gaan gezellig met een paar vriendinnetjes. Super veel zin in. Gaan we lekker naar Café in de City. Gaan we gezellig dankjes doen. En het is echt long time ago dat ik zoiets heb gedaan. Want ja, alles was natuurlijk dicht op corona. Oh. Nou, we zitten gezellig in de auto. Jong, zo, dat is het licht. Dat is echt niet best. Nou, wij zijn lekker onderweg naar Amsterdam. Met z'n vijf in auto, niet haten. Oh ja, dat mag. Dat mag wel weer. Mag het wel? Ja. We gaan een drankje doen bij Café. Ja, klopt. Dat heb je al verteld. Tuurlijk. Heel vaak doe jij al wat tevoren te gaan doen. En dan zit jij altijd. En dan zit ik nog. En dat is mijn reden net. Oh mijn god, we reden net gewoon op het punt door terwijl je daar helemaal niet mocht rijden. En we rijden volgens mij niet op de trambaan. Oh nee! We rijden gewoon op de tram. Je mag hier helemaal niet eens als auto rijden. Mag je hier wel met je auto? Nee, ja, maar ik zie ook altijd taxis hoor. Ja, maar dat is anders. Ja, maar hier stond ook gewoon een normaal stoplicht. Dus het moet uit ook allemaal. Ik zou heel snel naar links gaan zo meteen. Ik ga helemaal dood. We werden net gewoon bijna aangereden. Kijk uit, want ik kijk uit hoor. Het is helemaal overal uitzicht. Je moet op deze baan. Oh mijn god! Stop hier. We zitten weer verkeerd. Oh my god, we mogen hier niet rijden. De mensen denken echt wat van. Nee, ik word gebeld door Bo. Ik ga helemaal zo, jongens. Wij op een gegeven moment gaan we uit de PC rijden we Leidseplein op. Rijden gewoon op het Leidseplein. Terwijl daar mag je helemaal niet rijden. Zo, wat zit mijn haar toch weer lekker veel. Ja. Vertel ook even het andere. Welke andere? Zo, dat zeg je. Ja, en we waren ook bijna dood aan mee. Allemaal door jou. Ja, Isabel wilde wijnen, dus ik moest rijden. Helemaal niet. Eigenlijk risico. Ja. Ik ga wel gewoon een glas water erbij nemen. Maar krijg je daar niet stress van? Nee, ik krijg nooit stress, dat is het probleem. Ja, zo, ik was gaan janken als ik haar was, ik zweer het. Maar ja, ze reed gewoon. Dus Amee gaat gewoon rijden, terwijl er allemaal auto's aankomen. Dus allemaal auto's tuteren. Wat ben je nou gaan doen? Ik weet het niet. Maar ja, we gaan naar haar inlopen, want nou, we zitten hoor! Cheers! Oh, heerlijk! Een beetje gevoel van uitgaan, hè? Een beetje gevoel van uitgaan. Ja, iets te doen. Ja, we hebben lekker wijntje nu. Nou, genieten! Allemaal
Ja. Oh, even leuk doen voor de vlog. Oké, we zijn er op de weekvlog van Sarah Verwoerd. Nachtleven in Amsterdam. En Makaira. Net café in de city geweest, was heel gezellig. En ze werden gewoon kom uit Hengelo. Kom uit Hengelo. Sorry. Ook niet waar. Ja, één ding is zeker, Amsterdam beviel me wel. Ja. Het was een hele leuke avond. Ik moet een beetje in die vlogtrend praten, snap je? Snap, Insta, hey, luister nog. Emma Kaira, snap. Emma Kaira, punt. En nu we toch met die vlog bezig zijn, laat een blauw duimpje achter. Je weet het wel. We zijn bijna bij die 20k. Oh ja, dat is waar. Dat is waar. We zijn bijna bij de 20k. Dan geven we een giveaway, een iPhone. Dus even tuned, snap je? Die iPhone geven we heel snel weg. Het enige wat je moet doen is een blauw duimpje achterlaten. Oh. Oké okay, dan. Je moet abonneren, een blauw duimpje achterlaten en wie weet maak jij kans op de iPhone. Dit is het ding, broer. Dus mijn en mijn Snapchat is mm. Hey, mijn Snapchat is mm.chamakh. Als je mij ook toevoegt, heb je meer kans op de iPhone. Dus wat voor iPhone is het? Een iPhone 11 Pro Max. Pro, hè? Pro Max. Ja, dat moet je niet vergeten. Dan moet je mij toevoegen. We komen niet met 7, hè? We komen met de nieuwste van de nieuwste. We komen persoonlijk brengen. Dat regelen we. Hey, wat? iPhone 11 Pro. Wat? Ja, voeg me ook op Insta, heb je nog meer kans. Zo'n leuke telefoon. Ja. Wacht zeg maar, film eens even. Je moet zo even. Ik pak. Hey, ik voel me niet goed. Hey. Wacht even. Amatio? My Jigga. Volg me op Snapchat, krijg je er wel aan. Oh, nou komen ze allemaal naar mij toe, hè? My G. Hey, mag ik ook? Zie. Hallo. Dit is. Ik ben hier met. Die kennen ze wel hoor, Martijn. Jullie kennen Isabel van de vorige vlog van de Q&A. De site van Saar. Oh ja, Saar kick. Alles wordt straks afgeknipt. Alles wordt straks afgeknipt. Ik ben hier ook met Jesse. Als je hem voelt, heb je ook. Ook zo. Hey, maar het is zo even goed. Ik kom mijn kin. Ja, is goed. Je heel de geheugen. En tot de volgende keer. Zoals jullie zagen, was het een hele gezellige avond. Oh, dat is zo mooi. Nu komt echt de vlog. Nee, maar zo, ik ben helemaal niet scherp. Het is, hoe laat is het nu? Het is kwart voor één. Kwart voor één? Kwart voor twee. Nou, valt best mee nog. Nou, ik moet morgen om 8 uur mijn werk zijn. Jij zit hier bij de Spar. Ja, maar dat wist ik toch niet? Ik zit net te zeggen apotheek. Ja, dat weet ik toch niet? Jij zei dat te zeggen apotheek. Wist je, daar was ik niet bij. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag goedemorgen. Het is donderdag. Ja, maar het is geen goedemorgen ook niet. Nou, voor mij is het wel goedemorgen. Nee, de camera, de batterij. Ik ga pas beginnen. Ik kwam ja, uit van naam. Zie je gewoon naar Ik kan best wel eens weten, ik heb het heel erg heet, ja. Ik heb net een video opgenomen. Dus als je de video wil zien, check het. Hij staat online, denk ik. Ja, hij staat online. Oh jongens, ik ben zo fucking misselijk van die video. Ik heb echt nog fucking veel Kim Nuggets over. Echt zonde. Maar ja, dit is echt fucking hoor. Dus dit moeten we maar weggooien. Echt zo zonde. Maar ja, wat moet je ermee? Aan wie kan je dat geven? Vieze koude Kim Nuggets. Oh, ik zit echt misselijk waar ik het vol. Ik ben echt boel. Ik moet echt even koffie. Ik heb nog geen koffie op vandaag. En net de dag gaat gewoon kut als ik geen koffie op heb. En ik ga nu even de video editen ook. Het is inmiddels kwart voor vijf. Ik ben echt nog steeds fucking misselijk. Ik heb wel eindelijk koffie. Ik moest dus iets ophalen. Voor mijn broer. Ergens hier in de buurt. En ik ben het gewoon vergeten. Ik moest voor 4:30, maar ik ben het gewoon helemaal vergeten. Maar vanavond ga ik voor een scooter kijken. Super leuk. Ik wil namelijk een scooter gaan kopen. Dus daar ga ik vanavond naar kijken. Bij Vespa Designers heet het. Je kan ook even in Insta volgen. Dus @Vespa_Designers volgens mij als ik het goed heb. Ja, Vespa_Designers. En hun maken dus customized Vespa's. Maar ze hebben echt alle soorten Vespa's eigenlijk. Dus ik ga vanavond even kijken wat ze voor mij hebben staan. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik heb echt lelijk licht.
Oh my god, yes. Mijn harde schijf is lekker binnengekomen. Ik had op Coolblue besteld. Ik had gisteravond besteld. Het is gewoon nu al binnen. Het was echt nodig, want ik moet echt een backup maken van mijn computer. En gewoon voor YouTube en zo heb ik gewoon een harde schijf nodig. Ik ben trouwens nog steeds video aan het editen. Dus ik heb even dit warme ding aangetrokken. Wat is dit, een raar beeld of zo? Maar ik heb dus een SSD of zo. Mijn broer heeft er allemaal heel veel verstand van. En die zei dat ik dit moest nemen. Het was 160 euro. Godverdomme. Maar dan heb je wel 1 terabyte. Dus ik kan er echt mega veel op zetten. Ja, dit is het gewoon. En dit is echt top. Gewoon. Ik ga gewoon meteen echt. Ik ga meteen een backup maken van mijn computer. Want een vriend van mij was ding was dus gecrashed. Hij is nu gewoon alles kwijt. En dat kan ik niet. Dus. Nou, hier word ik dus alweer niet goed van. Ik heb een fucking ding van 160 euro gekocht. En hij doet het niet. Hij zegt dat het de versie het niet ondersteunt. Dus ik ben hem nu aan het updaten. Maar. Ik denk niet dat dat gaat helpen, want dan wordt het alleen maar een nieuwere versie. Terwijl dit ding echt super nieuw is en heel erg bekend. Dus dan denk ik echt van... Why, bitch? Het staat ook gewoon op dat het voor Mac is, dus... Maar ik had het vanochtend even heel goed gewassen met zilver shampoo. En het is echt zo mooi nu. Zo pretty. Love it. Ik zit in de auto onderweg naar... Vespa's. Echt super benieuwd wat ze allemaal hebben. We hebben gezellig met mijn papie. Nou jongens, ik ben weer helemaal gefreakt. Again. Want ik ga gezellig een drankje doen in Amsterdam. Echt super leuk. Dus, en ik zal zo wel laten zien waar we zitten. Want ik weet zelf ook niet. Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer vrijdag en ik ben nu in Amsterdam, want ik ga vandaag naar mijn oude stage toe. Super gezellig, maar ze zijn nu in de stad, dus ik ben nu naar hen toe aan het lopen. Dus ik spreek jullie zo wel weer. Nou guys, ik ben weer op WeWork bij Engrid. Oh wacht even, mooi licht inval, Stephanie in de bag. Jonkie, hey, voor de mensen die me een tijdje volgen, hier op stage gelopen en ik ben weer gezellig op bezoek. Hey, beste ever, Samantha. Oh, sorry. One of the best. Nee, maar ik vandaag is ook gezellig hier een dagje even heen komen en vanavond gaan we gezellig borrelen met iedereen. Gezellig. Echt leuk. En vandaag zijn we ook nog even de stad in geweest. Gaan we even lekker lunchen en nee. Hey, ik zou uitkijken naar de volgende vlogs, want vanavond gaan we aan de drank. Naar de drank. Nee, maar net gingen we cappuccino maken. Oh. En ik had veel te veel melk in die melkopschuiver gedaan. Dus dat ging er helemaal overheen. Dus waar je die dek aan erop aan. Ik gaf al aan van, hé, hey, er staat een meter. Ja. Lijn in de, in de schuimer. Maar hij heeft nooit naar gekeken. Nee. Ze zegt vullen, je hap en aanzetten. Het ging helemaal overstromen. Ik had echt niet zoveel mee helaas. Maar hij is wel lekker. Ja. Hij is wel lekker, hè? Heb ik goed gedaan. Cheers. Hey. Nou, we zitten gezellig buiten. Heerlijk. Maar het is helemaal... Maar het is gewoon... Hey, ho! We gaan gewoon keihard te regelen! Samantha! Oh, damn! Jongens, het begint gewoon keihard te stormen en te regenen. Oh my god. Sessie. De kleine gaan de stress wel lang. Oh nee, ik haat dit. Jeff. Maar dat zijn nog steeds gezellig hier. En het is weer lekker mooi weer geworden. Best wel. Zoals jullie kunnen zien. Wat voor het eerst in mijn eentje. Kijk, mooi weer. Echt super mooi licht. Ga ik meteen. En dan eind van de video. You know what it is? Meteen. You have something to say? So much better. Hi.
Het is mijn best. Ik heb je gemist. Oh, mis je toe. Hij is Sarah's volgers. Oh, wait. Ik ben Amerikaans. Hi, everyone. Hey. This is the Abbey threesome. And the ladies feeling each other just a bit more than. Oude, komende week. Oh, dat zag er niet uit. Hey guys, ik ben Samantha Mouse. Ik ben 21 jaar oud. Ik kom van Curaçao. Maar ik ben de enige die zei Samantha Mouse. Iedereen zegt Moes. Ja, maar iedereen zegt Moes. Ik snap het niet. Ik ben geen chocolademoes. Ik ben Mouse. En dat is Minnie Mouse. En mijn hond heet ook Minnie Mouse. En ik had een mond. Een hond. Sorry, ik ben een beetje dronken. Die heet Mickey Mouse. You put a little tree out there. Coronavirus. 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 Laters. Take care, Jeff. Stacey. Ik ben Gemensme. Het is vandaag zaterdag. En ik leef niet meer. Ik ben net thuis. En oh my fucking hell. Ik heb zo een kater. Ik leef echt niet meer. Ik ga echt mijn nest in. Om 4 uur heb ik nog een cruise party. Nou, wens me maar succes. Want ik denk dat ik niet meer leef. Oké, het is inmiddels 4 uur bijna. Ik heb me helemaal opgemaakt. En ik zie er meteen beter uit. En ik voel me meteen ook beter. Het is echt super warm. Maar we gaan wel op een cruise. Dus het wordt aan een aardig koude kant. Zeg maar. Dus ik heb wel gewoon een lange broek aan. Met deze top van de ASOS broek van Things Julia Loves. En deze schoenen van de Van Haren. Ik heb mijn haar lekker een beetje gefeund. En ik doe deze zonnebril op van Most Wanted. En ik neem nog een jasje mee. Nee, we zitten in de auto. Ja. Onderweg naar de Sappenclub. Oh my god, wij gaan zo hard naar de Gentenburg. Alweer. Hé, bootje. Ja. Heb je zin in? Ik heb er heel erg zo. Oh, zo, we zijn van de cruise af. Hoe was het? Ja. Het was zo leuk! Zo gezellig. Ja, het was echt fucking gezellig. Het was. En men is er maar aardig goed dronken. Heb jij een eten was ook zo lekker. Ja, we hadden echt veel te veel eten. Ja, het was wel lekker. Echt veel te veel. Die sushi was. Oh, ja, die sushi was echt goeie. Heel hard chickies. En één zegt dus dat hij ook niet. Ik ga de hele avond zo zitten. Ja, oh, dat is mijn lelijke hoofd. Nee, dat kan niet. Ja, maar jij, die van jou hangt hier ook. Niet. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ja, ik ben onderweg naar mijn broer, want mijn neefje is jarig, super gezellig. Ik heb niet zo heel erg lang geslapen. Ik was gisteren, ja, best wel dronken geworden. Alweer. Maar ik ben in de auto en ik zie er nog niet uit, dus ik ga even snel opmaken. Ik heb een beetje spullen meegenomen. En een spiegel is hier. Dus ga ik mezelf even opmaken. Want we moeten mijn batterij is bijna op de benen niet. Oh, dat is echt heel stom. Ik denk dat ik ga verder vloggen op mijn telefoon. Sorry guys. Oké, ik denk echt dat mijn camera elk moment gaat uitvallen, want het ijs is bijna leeg. Maar ik heb mijn even opgemaakt. En mijn haar niet kunnen doen, want ik heb met haar nat, mijn haar nat, dus ik had even gestapt.
Dus het ziet er niet uit. Ik ben echt blij dat het licht er is. Ik heb ook echt heel veel complimenten over gehad en het is echt heel mooi. Zing uit de vragen of de zingen? Ik ben aan het filmen. Ik ben aan het vloggen. Man. Aan het vloggen, ja. Maar hoe lang is het nog? Een half uur. Nog een half uurtje, oh joh. Zijn er zo. Nog rijd ik ook wel gewoon 1 of 2 uur. Ja, maar ja, hoera! Sommige planten drijven ze op en dan is toch de ding is nog de. Ja joh, en dat zijn met zulke kleine bakjes en dan valt er dan in. En dan moet aan beide kanten nog door de deur. Echt? Moet alleen even dat dingetje eraf. Ja, en ook met Emiel erop, als Emiel erachter gaat staan. Dat is even mooi. Hij houdt het ook allemaal vol. Ja, dat is zo grappig. Zo, nog één. Nou, wij vonden het heel leuk. Ik heb het samen eens. Ik vond het echt een nieuw pak. Ik ga er even een leuke beestjes erbij zetten. Vind ik wel leuk. Ik had een applaus hoor. Nou, goed gelukt. Helemaal zelf. Zeker goed gedaan. Waarom doe je mee joh? Wat voor vulling zit er tussen? Alright, ik ben thuis. Ik zie er niet meer uit, maar ik kom thuis en ik ben de afgelopen paar dagen niet thuis geweest. En toen trof ik opeens deze fucking shitzooi aan. Dus dit ga ik nu even opruimen en dan ga ik lekker mijn bed in. Ik ben namelijk kapot. Ik ga gewoon de vlog afsluiten, want het is zondagavond. Ik ga letterlijk niets meer doen, behalve dit opruimen en naar bed. Dus vond je de weekvlog nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Yes! Ik heb echt zo'n leuke video en ik hoop dat ik hem zo snel mogelijk online kan zetten. Ik ben gewoon te excited om hem online te gooien. Ben je nog niet op mij geabonneerd? Abonneer nu snel. Maak een screenshot en stuur dit op Instagram. En misschien ga ik je wel terugvolgen. Ik heb al een paar mensen na de afgelopen video teruggevolgd. En een gezellig gesprek met jullie gehad. Dus super leuk. En ja, vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dit is Sarah Verwoerd. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.